dat wordt dan horen op de radiogevers tweeklikplik. Ah, zo. Dat is de beste. Kun jij hiermee leven hoor? Als de kabel eraf gaat boven, dan geeft dat wel een krak. Stuur. Voilà. Maar je stelt maar vragen. Perfect. Of volonté. Als ik druk bezig ben met iets, dat ik misschien wel zeggen. Dan geef ik dat maar gewoon aan. Hè. Ja. Gaan kijken of we wat kunnen stijgen kunnen of waarom. Hoe zijn dat goed? Los. Ja, 400 meter. 400 meter hoog. Dat is nu de hoogtemeter. Dat is die gevaar, die zegt stijgen of dalen. Hè. Dus nu is dalen. We doen het op de pleten. We willen die nog wat piepen. Ook om in toon omhoog gaan. Ja. Dus we zitten in een bel. Hier is een bel. We proberen te vinden. We beginnen eruit. Ja, nu zie je hoeveel groen dat er al verdwenen is, hè? Ja, maar je ziet ook hoeveel groen dat er nog is, hè? Ja, klopt. Zitten we nu? Een beetje meer dan 400. 400. Dus we zakken niet erg dan? Nee, we zijn gestegen. Dus we stijgen met 2 meter per seconde. Dus. Amai. Ja. We hebben nu al 450. Het is
wel eens goed gezegd, hè. Zeg, maar ik wil uw programma niet te erg ontregelen, hè. Het programma is dat gaat vliegt en dat zijn we nu in toon. Dus, ja. Als u die verveelt of u niet ziek wordt, dan proberen we dat zo lang mogelijk vol te houden. Hè. Want dan is echt van, het is genoeg. Ja, maar als we nu wat kunnen stijgen, tot, we mogen nu 850 meter hoog. Hè. Dus de rest is voor kleine vogel. Dus als we nog wat kunnen stijgen, dus we zijn nu bijna op 600. Ja. Dan kunnen we een klein beetje rond gaan toeren. Dat is niet zo heel ver, maar toch een beetje. Dus tot in het centrum van Balen kunnen we geraken dan? Thank you.
al uitgegaan, dus nu zakken we tegen 2 meter per seconde. Nou wel, dat is perfect, ja, hè? 700 meter. We zitten nu boven, recht boven de weg. We zien onder de neus de weg naar Leopoldsburg en de spoorweg daar langs. Ja. Nu zitten we boven Balen, maar we zien Keihurdel heel goed. Ja, dat is niet ver, hè? Aan dat land hebben we hoog zitten, dat is niet ver, hè? Je ziet daar op de kanaal. Dat is in het Albertkanaal komt, rechts. Ja. Dat is in het Albertkanaal veel richting Asselstraat, hè? Yes. Wow. En de Japonsburg. Liggen we zo aan de grens van het gebied dat we nu mogen vegen, want ik heb deze morgen ook op de brief. Ja. De weg naar de Japonsburg. Hieronder ons is de bouw van Sleurs, dus hier moeten we terug in, want dan komen we anders in de Kleine Vrouwel. En nu kunnen we gaan beginnen met de landing in te zetten dan. Als je dat wil, dan gaan we het nog verder krijgen. Hè? Ik heb heel goed materiaal, dat weet ik nu al. Ja. Het is niet dat ik me niet goed voel, maar ik heb me bang dat ik al een programma stuur. Nee, met programma. Als ik nu met iemand op vliegen had, dan zou we doen nog een minuutje verder. We gaan hier alleen zien de teken komen. Zie je dat eens? Ah ja. Ik begin nu wel aan te slikken. Is dat een teken dat... Ja, maar dan gaan we rustig rechtover liggen. Ik krijg ook wel een droge lucht, hè. Dat merk ik ook wel. Maar dan liggen we... Op ons gemak zo, laten we hem naar beneden glijden. Als we nu zeggen van dat het echt niet meer gaat, dan kunnen we wel sneller naar beneden doen. Dus, maar je ziet ze dus draaien. Ja. Dat is normaal, als we nu zouden willen stijgen, gaan we dat bijhangen. Hè? Dan draaien we dat mee. We willen een toergebouwde regel doen. Op ons gemak zo. Ja. Als je zo rechtover liggen, dan gaat een slecht gevoel ook wel wat voorbij, denk ik. Hè? Ik had beter mijn jas uitgedaan, want het is wel goed warm. Hè? Je hebt dan rechtsonder dat je zo'n luchtinlaat kunt regelen. Hè? Ah ja, ja, ik zie het. Alhoewel, dat duurt al heel goed deugd. Ja, dus nu vliegen we recht naar Lommel. Hè? We hebben nu Lommel. Ja. De windpolen. Ja, de testbaan aan de kop zit je daar ook rechts in de bos. Ah, is dat de testbaan? Ja. En dan is de weg Kerkhove, onder Kerkhove, liggen dit aan het kanaal. Kijk van de rechtervleugel, is je daar de waterkant, de bosjes liggen, dus weet ik niet. Ah ja. De tenten van Daydream? Ja, die zijn afgebroken al. Nu links van de neus dan een stukje verder, die windmolen staan van Arendon. En dat is schade daar. Ah ja, ik zie het. Maar in principe, nu is het weer goed. We zouden terug kunnen oppompen en kunnen ja. Verder vliegen, dus we kunnen eigenlijk uren vliegen. Ongelooflijk. Nu snap ik wat dat die microben wil zeggen. Ik ga het opschrijven, dan zie je hier een bepaalde wezen links. Ja. Ja, dat is aan de uitdaging hè, tegen de natuur. Hè. Dus dat vliegtuig al niet zoveel killen. En dan naar beneden en toch willen wij... Met natuurkracht willen we en slagen we daarin om te stijgen en ja, grote afstanden te overbruggen. Niet te geloven, hè? Je weet dat de wereldkampioen zweefvliegen, dat iemand kan krijgen in het moment, hè? Weet je dat? Ik wist wel dat ze heel hoog scoorden, maar dat ze nu wereldkampioen waren. De actuele wereldkampioen is bij de snelste vliegen. Maar die mannen zijn er zo intensief mee bezig. Die gaan dan ook in Afrika vliegen en zo. Die maken de kort. Vorig jaar is er in Afrika snelheidsrecord gebroken.
op een afstand van 100 kilometer. Je moet een gemiddelde snelheid van 200 km. Alsjeblieft. En dan moet je echt daar eens stijgen en anders bij. Amai. Vroeger waren dat de gebroeder Zuidrex, denk ik, die vrij goed waren. Ja, die nog altijd komen. Is genieten, hè? Ja, dat is spannend, hè, als je zo fiets. En je moet niet echt prestatiegericht zijn, dan is dat goed te schrijven. Als je moet bezig zijn van een goed taal, je moet een goede pak mee en een vliegplan en wat ben ik. En, ja, dan is dat allemaal stress, maar... Inderdaad. Kan ook ontspanning. We hebben 250 meter. Hoogte. Dus dat voelde je eigenlijk goed, denk ik. Ja. Zit. Ja, ik wist niet dat dat zo genieten was. Ja, voilà. En dan laten we dan een beetje zakken. En dan gaan we circuit vliegen voor het wel landen. Ja. Want ik vind dit leuker dan met een motor. Ja, dat is helemaal leuk. En dan melden we ons aan de radio. En dan gaan we ook horen dat we waarschijnlijk de beste doen. Nu zitten we in het circuit. Ik altijd parallel aan de baan, kun je visueel checken, alles vrij is, geen obstakels. Ook voor hun, wij zien ons aankomen, de vliegtuigen die willen vertrekken, zeggen van nee, dat is geen aan downwind, die gaan landen, die laten we eerst gaan doen. Dus dat is altijd ook de veiligheid, hè? Iedereen volgt dat zelf, dus het niet. En als ze dan iets zien dat niet normaal is, dan grijpen ze erin. Ja. Maar als leerlingen worden sowieso van op de grond ook in doorgehouden. Als ze alleen vliegen, dan houden ze dat in doorgang. En dan is er dan toch van goed, met beens, dan draaien wij het fijn. En dan hebben we het land. En hoeveel kilometer per uur gaan we nu? Wauw. Dank u. Als je even blijft zitten, dan help je uit. Geen probleem. Ik ga lopen.